welkom. We gaan marsepein maken. Voor de marsepein heb je nodig 200 gram Spaanse Valencia-amandelen. Deze zijn van zeer goede kwaliteit en hebben veel meer smaak. Dan 250 gram poedersuiker en een klein kannetje met water. Tegenwoordig vermalen we amandelen natuurlijk heel simpel met de keukenmachine, maar vroeger gebruikte men thuis een amandelmolentje. Deze molen is van mijn overgrootmoeder geweest en werkt nog prima, maar je bent natuurlijk wel heel lang bezig als je hiermee 200 gram amandelen moet malen. Overigens maalt het de amandelen wel veel beter voor de marsepein als dat de keukenmachine doet, maar toch kies ik voor nu voor de keukenmachine. Je begint met de amandelen te malen. Hiervoor doe je ze in de keukenmachine. Je drukt eerst even op puls, zodat je de amandelen eerst stuk maakt. Als je dit niet doet en direct de keukenmachine lang aanzet, dan heb je kans dat de olie uit de amandelen zich gaat scheiden en dan kun je er geen marsepein meer van maken. Na een aantal keer op puls gedrukt te hebben, zet je hem wat langer aan, zodat de amandelen goed zijn vermaald. Dan doe je de poedersuiker erbij. Dit doe ik zelf in delen. Je gebruikt poedersuiker in plaats van gewone suiker, omdat je gewone suiker nooit zo fijn kan malen als poedersuiker. En anders gaat de marsepein ook heel erg op amandelspijs lijken. Ook doe je er een heel klein scheutje water bij. Het is van tevoren niet te zeggen hoeveel precies, want dat zie je pas bij het malen. Vervolgens zet je de keukenmachine weer aan en na een aantal keer op puls te hebben gedrukt, doe ik de rest van de poedersuiker erbij. Dit doe ik in delen omdat de poedersuiker heel erg stuift als je het meteen in zijn geheel toevoegt. Op een gegeven moment zie je gewoon dat de massa pakt. Het wordt opeens goed kneedbaar en dat is een teken dat je marsepein klaar is. Als dat niet het geval is en de marsepein brokkelig en droog blijft, kun je nog een klein druppje water toevoegen tijdens het malen. Maak er een mooie rol van en verpak de marsepein in huishoudfolie en leg deze voor minimaal 2 dagen in de koelkast om te rijpen. Na 2 dagen kun je de marsepein gaan eten of verwerken. Je kunt er bijvoorbeeld marsepeinen aardappeltjes van maken door de marsepeinen balletjes door cacaopoeder te rollen. Ook kun je natuurlijk een mal gebruiken voor een marsepeinvarken bijvoorbeeld. Tegenwoordig gebruik je voornamelijk siliconenmallen, maar ik ga natuurlijk weer voor een oud exemplaar. Met deze mal maak je een heel mooi varken. November was altijd de slachtmaand, vandaar dat we vooral marsepeinenvarkens zien tijdens Sinterklaas. In mijn vorige Sinterklaas-video's maakte ik speculaaspoppen en ouderwetse taai-taai. Vergeet ook deze video's niet te kijken en abonneer vooral op mijn kanaal voor nog meer video's. Ik dank je wel voor het kijken.